goed opletten. Ja? Die stoeipoes, dat is Frida. Oh ja, oh, dat lijkt me wel een makkelijke. Ze lijkt misschien wel beschikbaar, maar dat is ze niet. Dan heb je die blonde krullenbol, dat is Tommy. Dat is een domme Belg. Maar jij bent toch ook... Dat hoeft hier niemand te weten, oké? En kijk, dat is Bartje. Het kleine broertje. Die is net zoals jij. Die is ook nieuw. Nee, die is net zo van Ozen. Ja, yeah, sure. Oké, en die jongen met die rode zwemper? Dat is Bjorn. En die is nou net zijn shirt aan het zoeken. Hé! Hey! Kosta knijzen! Dit is ons huis, het is een hartje Amsterdam. Je zult het niet geloven, maar mensen staan hier 's ochtends om 7 uur op. Echt waar. Oh, dat zou hij weten. Hij slaat dat er op. Denk je dat Rens gelukkig is? In ieder geval uitgeslapen. Nee, ik kijk vanmiddag wel verder. Ja, dit is onze tuin. Ziet, ik leef met kabouters. Hij heeft Janet allemaal gekocht. Ja. Hé, hey, nou ja. Hou wel. Lekker. Hoe is die van jou vandaag? Oh, een 8 op de schaal van Richter. Die van mij wil me voordragen voor de Nobelprijs. Ja, terecht toch? We maken de hele zomer al die meisjes gelukkig. Hé, hey, schatje. Dit is Björn. Hallo. Alsof ze niet weet wie ik ben. Vannacht heeft ze niks anders dan roepen, jongen. Hallo, niet zo. Ze heeft de hele nacht op, onder en tussen mij gelegen. Waarschijnlijk in je dromen. We hadden een vergelijkend warenonderzoek kunnen doen. Hebben we nog tijd? Bart! Janet! Hi! Hallo! Oh, hoi! Hallo! Waar is Rens? Dat heb ik toch allemaal uitgelegd in die brief die bij de video zat? Welke brief? Welke video? Die brief. Over dat Rens zijn staatsexamen gaat doen en dat hij dus tijd nodig heeft om lekker te kunnen studeren. Daarom blijf ik een tijdje logeren. Oh. Een paar maanden. Ik sprak Frida net. Oh, ze vroeg zich trouwens af waar jullie bleven. De professor! Zal ik het anders een beetje opruimen? Iemand van jullie vandaag het hoofdstuk van me overnemen, want ik krijg morgen bezoek en ik moet nog van alles regelen. Nou, geef maar hier die sleutels. Even serieus, hè? Die mensen hebben het hele jaar gespaard voor een vakantie. Een host moet ervoor zorgen dat er niks fout gaat. Wat kan er nou fout gaan? Van alles. Oké, wat doe je bijvoorbeeld als iemand klaagt over zijn kamer? Perdóname, habla solamente españoles. Ja. En als ik klachten krijg, dan neem ik het u over, oké? Oké. Ga ik nu naar het appartement jullie zooi opruimen. Janet is al aan het opruimen. Janet is aan het opruimen? Ja. Kom aan, jongens. We gaan eens zien wat voor lekkers er vandaag op het menu staat.
Meta, ga dan naar het wc. Ik ga uitzoeken waar we moeten zijn. Ja, betere ontvangst kan je niet dromen, want ik ben Tommy, de koning van Salau. Meta van der Luiken en Gaston de koning. Oké. Ik ga alvast jullie bed opmaken. Ja. Van der Luiken en... De koning. De koning. Wauw, huwelijkssuite. Om al in de stemming te komen. We gaan binnen 2 weken trouwen in Gibraltar. En we hebben elkaar 6 jaar geleden leren kennen. Wel, jullie hebben kamer 23. Ik kom zo bij je. Het lijkt wel alsof hij al 10 jaar getrouwd is. Wow, je kunt de zee zien, Gaston. Gaston, waar gaat je nu naartoe? Een krant gaan halen. Wat? Moet ik nu al toestemming vragen? Nee, maar ik dacht... Straks even binnen om te zien of alles oké is. Goed. Hé, hey, Gaston. Jezus, Janet. Hey, maar dat is toch niet eerlijk, Frida? Er zitten 300 gare chickies in die appartementen. Kan Tommy toch nooit eens eentje aan? Mogen wij niet meehelpen dan? Jullie willen meehelpen? Prima, ik zou zeggen, begin in de keuken. Zijk verder niet aan mijn kop. Wat is er met haar? Gestrest, denk ik. Morgen komt een vriendinnetje van de middelbare school, Michelle. Moeten we daarom een grote schoonmaakactie houden? Is ze allergisch voor huismeet of zo? Ja, ze wil een goede indruk maken. Laten zien hoe fantastisch wij hier wonen. Hey, Bartje! Michelle! Surprise! Hey! Hey! Hoi. Ja, ik kon een dagje eerder vrij krijgen. Oh, wat goed. Nou, je ziet er goed uit. Dank je. Dus, dus hier wonen je. Ja. Ze zeggen wel eens dat je huis de spiegel van je innerlijk is, hè? Carrièremeisje, hoor. Alles in orde hier. Hebben jullie trouwens verse zeep en handdoeken? Ja. Alles is in orde. Tenminste, met de kamer. Zeer goed. Volgens mij wil die gewoon niet meer met mij trouwen. De brandweertrap is op het einde van de gang en we serveren ontbijt tussen 7 en 10. Maar ja, dat haalt bijna niemand. Hij is al een hele tijd zo. We hebben al weken niet meer gevreden. Elke avond is de Costa bomvol. We hebben DJ's uit Denemarken, Duitsland, Engeland, België. Maar iedereen is vast te bezopen om ervan te genieten. Ja, prima is het toch? Ja. Zie ik je vanavond weer? Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is elke avond feest. Iedereen gaat uit zijn dak. Behalve jij, want jij moet die dronkenlappen naar binnen lokken, toch? Ik werk trouwens ook als hostess voor een reisbureau. Ik beheer appartementen, organiseer activiteiten en zo. Hm. Maar je hoofdtaak is dus eigenlijk animeermeisje. Hey Michelle, is deze auto van jou? Ja, van de zaak. Wat voor werk doe je dan? Ik werk bij een reclamebureau. Reclame? Cool, Frida, hoor je dat? Ik ben junior account executive. Ik kan accountmanager worden. Hey, hoe zien jullie carrière mogelijkheden er eigenlijk uit? Wat doet een senior proper nou zo? Hallo, Paquita. Gaston. I received your letter only last month. Why didn't you tell me before? I mean... It was 6 years ago, you know. I didn't know if you would remember me. I don't want to cause you any trouble. No, not at all.
I was just a little bit surprised when I found out that I had a son. You have a son, Paolo. A son, my God. And I'm about to marry someone else next week. And that is what you should do. I only want you to help me to support him and raise your child. Can you spare anything? Can I see him? No. Please, I really want to see him. All right then. Tomorrow. I bring him along tomorrow. Same time, same place. Maar heb je het wel een beetje naar je zin in? Ja hoor, ik vind het wel leuk. Ja, ik geef toe dat het 's middags af en toe een beetje mooi is. Maar 's avonds, je komt vanavond toch wel naar de Costa. Dat weet ik nog niet. Is het wat voor mij, denk je? Is het wat voor jou? Vanavond moet Frida optreden. Op het podium. Es ist eine Bombe. Wat zij kan, kan ik ook. Vroeger noemde iedereen ze altijd Frida en Anjeta. Wat? En die chicks van Abba, jongen. Ja. Dan ben jij Björn en ik ben Benny. Met wie was jij dan? Die lelijke donker of die lelijke blonde? Met beide, lul. Zeker, hè? Nee, ik ben moe. Dans met mij en dan zet je terug wakker. Nee, ik ga slapen. Waar gaat hij naartoe? Er is maar één remedie, chickie. Dansen. Vrij staat. Is dat voor jou? Ben je weg uit onze troep? Ik ging echt lekker voor je vakantietje genieten. Make-up jezelf? Vind je toch fijn? Hey! Hey. Dansen? Ja, leuk. Kom. Yeah. Tommy, ik heb Michelle de sleutels van appartement 19 gegeven. Ik heb toch liever Janet daar zitten? Hoe, waarom? Janet is toch cool? Van mij mag ze blijven, hoor, jongens. Is dat zo? Ja. Het was toch je geluksshirt, of niet? Uh-huh. Check even die achterkant. Oh, godverdomme. Die vertoppie, hè? Hey, Bart. Morgen. En wat is het geworden? De bende van Venlo? Nee. Volgens mij die chick uit Leeds. Nee, draad je nooit. Michelle. Hoe weet je dat? Goedemorgen allemaal. Tommy, ik hoef dat appartement niet meer. Want ik mag bij Bart blijven. Toch, Bart?
That's him? Yes, this is Paolo. He has exactly my nose. Listen, I don't want him to know you are his father. Why not? Because I am the one who has to raise him when you are gone. I only want you to support him. He likes the gun, see? I only need some money for his school and for his clothing. Your wife doesn't have to know. I was thinking of only 300 euro a month. Is that okay? Ik heb zitten nadenken, hè? Omdat ik nog geen geld heb om mee te betalen. Ik wil zo graag iets terug doen. Ik weet het. Ik ga vandaag jouw kamer opruimen. Ja. Nou, Janet. Wacht even. Ik heb een veel beter idee voor je. Ik sprak gisteren met de eigenaar van de appartementen en die heeft nog iemand nodig voor kleine klusjes. Klusjes? Ja, kleine dingetjes. Snoertjes wegwerken, tegeltjes vastplakken, dat soort dingen. Klusjes? Wat lief. Dank je wel. Oh, wat lief dat jij dit voor mij gedaan hebt. Dat jij uitkomt. Dank je wel. Bartje, we hadden toch afgesproken dat jij niet meer zou verliefd worden? Maar dit is anders, Tommy. Dit is echte liefde. Hoe weet je dat? Heeft ze dat gezegd? Ja, lijkt me wel duidelijk, toch? Ja? Schreept ze je naam als ze klaarkomt? Wil ze de baan omgeven en hier komen wonen? Wil ze kinderen van je? Wat heeft dat er nou mee te maken? Lacht ze ook als je een hele, hele gare grap vertelt? Ja, weet ik niet, nooit geprobeerd. Als ze echt van je houdt, moet ze lachen, hoor. Michelle en ik, jongens, horen gewoon bij elkaar. Alsof ik haar al jaren ken. Hij kent het toch ook al jaren? Hey, chica's! Mijn lijf is het paradijs en de Costa de Hemel, dus waar wachten jullie op? Moet je dat nou zien? Ik geloof voor geen moment dat Michelle serieus is. Ze gebruikt Bart alleen maar om mij te pesten. Denk je? Dat zie je toch? Zo was ze vroeger ook al. Dat had jullie vriendinnen? Nee, dat waren we. Toen wouden we voor iedereen nog Frida en Anjeta. Maar nu wil ze alleen maar iedereen laten zien dat zij succesvoller is dan ik. Zie je de Costa? Werd dat als er straks een hele mooie jongen op de af loopt, dat ze Bart meteen laat vallen? Blauwlijn. Vanavond. Schumacher. Vanavond. Empire. Vanavond. Die is Belgisch. Hey, moet je die Bart zien? Welke Bart? Wow. Dat is voor jou? Zeker. Luister, Stuart. Dat is mijn beste vriendinnetje. Die is hier een week op vakantie. Dus ik wil niet dat jij of die vriendjes van je daar gaan lastig vallen. Excuseer. Ik zag je wel kijken. Ik wil niet dat je met haar gaat praten of zo. Ik wil zelfs niet dat je naar haar kijkt. Begrepen? Die is fel. Zij wil dus niet dat ik achter haar beste vriendin aan zit. Je zou juist blij voor me moeten zijn. Het is je beste vriendin en wij houden gewoon heel erg veel van elkaar. Bart, je kent haar niet eens. Dus? Moet je nu zien, ze staat nu alweer met een ander te flirten. Zo is ze altijd geweest. Je kan bij... Hey, Stuart! Blijf eens met je poten van eraf, man. Wat is er aan de hand, jongen? Hey, rot op, jongen! Blijf op de poten, Stuart dan. Kom op, Pet. Kom dan. Goed. Ja. Zo snel jaloers. Ik vind het eigenlijk wel schattig. Hey, feestje. Klootzak. Teddy. Ik hou van je. Mijn held. En wij dan? Ja. Sorry.
sorry. Mooi zo. Zou je misschien ook even naar Tommy kunnen kijken? Nee, daar kwam ik eigenlijk niet voor. Nee, ik kom voor de afvoer. Welke afvoer? Die van de wc. Ga jij nog naar het strand? Ja, misschien wel zo. Waarom probeer je me eigenlijk de hele tijd zo naar beneden te halen? Waar heb jij het over? Doe nou maar niet zo stom, dat weet je best. Je probeert me de hele tijd jaloers te maken. Met je baan en je mooie auto. Het gaat om Bart. Toch? Nee, helemaal niet. Ja, dat doe je ook alleen maar om mij te treiteren. Denk jij nou echt dat jij zo belangrijk bent? Het draait niet om jou, Frida. Al heel lang niet meer. Ik wil gewoon dat je uit zijn buurt blijft, goed? Hij is oud genoeg om dat zelf te beslissen. Zou je niet eens iets minder met zijn leven gaan bemoeien? Help! Shit. Hij gaat ontploffen! Wie gaat ontploffen? Nee! Wat gaat ontploffen? Nee! Ik had niet moeten weggaan toen je wou dansen, maar ik was veel te moe. Tuurlijk. Ik wil alleen zeker weten dat je mij graag ziet. Als jij nu niet met mij wilt trouwen, dan moet je dat natuurlijk wel nu zeggen, hè? Natuurlijk zie ik je nog graag, maar... Waar waren we dan gistermiddag? Gistermiddag. Heb jij een ander? Dat is dus waar. Jij een ander. Nee, dat is niet waar. Ik heb alleen... En? Hoe gaat het eigenlijk in het Beephotel? Och, jongen. Ik begrijp echt niet hoe Frida dat gelul volhoudt. Nu moet ik straks de backpacker van kamer 7 gaan vertellen dat hij zijn kamer moet delen met een Italiaan. Ik ben zo jaloers op jou, weet je dat? Hebben jullie toevallig Meta gezien? Mijn vriendin. Nee? Nee. Ik ben erachter gekomen dat ik een zoon heb. Bij een andere vrouw. Jij was toch Frida deze week? 6 jaar geleden heb ik een meisje leren kennen in Salou. Nog voor ik Meta leren kennen. Wat is dan het probleem? We hebben adressen uitgewisseld. Ai! Nooit doen, Gastonneke, nooit. Nee, want dan gaan ze schrijven en dan komen ze je achterna. Wat moet ik nu doen? Verhuizen. Ik kan toch niet meer trouwen met Meta? Wat wou je anders gaan doen? Trouwen met de moeder van mijn zoon natuurlijk. Nee, jongen, die fout maken te veel mensen. Ik kan Paquita toch niet alleen laten opdraaien voor de opvoeding van mijn zoon. Paquita. Paquita. Gaston, hier is het. Kom maar, jongen. Doe je best. Wat moet ik dan zeggen? Gewoon wat je tegen ons hebt gezegd. Dat je van haar houdt en dat je voor je zoon wil zorgen. Dat hij niks tekort komt en dat je met haar wilt trouwen. Kom. Listen, I have done some serious thinking, and it's so important for Paolo that he has a father. So I want to ask you to marry me. Ja, sorry, we konden het echt niet laten. Ze gooiden gewoon de deur. Ja. En weet je ook waarom?
Als jij met haar trouwt, kan ze al die andere sukkels die ze jarenlang heeft opgelicht geen geld meer vragen, versta je? Kijk eens. Al de vakantieliefde is dezelfde brief dat ze zwanger is geraakt. En dat ze dus nu een kind heeft. En of je mee wil betalen aan zijn studie. Mag ik die brief van jou hebben? Kunnen we hem in ons boek plakken? Paolo is mijn zoon. Ik heb hem gezien, hij lijkt echt op mij. Je hebt geen zoon. Paquita is gewoon een oplichtster. Dus je kan gewoon met Meta trouwen. Meta. Pam pam padam. Pam pam padam. Pam pam pam. Stupid. Heb je lijn? Nee. Meta? Meta? Naar dat hele stuk teruglopen. Ja, ik krijg hem straks heus wel weer aan de praat. Hier is het. En waar is de trap? Hier is ze niet. Hoe komen we dan naar beneden? Zo. Wat? Ah. Hier komt nooit iemand. Nee, vind je het gek? Is toch romantisch? Ja. Gaat het? Ja, ja. Oh, pas op hoor. Ah, auw. Kom wel goed. Mag ik één kusje van je? Bart, ik vind het eng. Eén kusje nodig. Schiet nou alsjeblieft op. Ik wil naar beneden. We komen er wel. Ik vind het eng. We komen er wel. Oh, goed vast blijven. Ja, zijn we er nou blij mee? Auw, pas op. Auw! Auw! Gaat het? Ik dacht dat je kon vertrouwen, man. Weet je dat nog? Dat als je bij ons langskwam, dat ik al een thee bracht op Frida's kamer. Begrijp ik het niet. Moest hier uithaald. Dan moest ik meteen weer weg. Terwijl ik toen al een oogje op je had. Bussen met mensen en elke avond die stomdronken toeristen die kotsend in de struiken hangen. Hé? Frida. Nou, die heeft het wel naar de zin, denk ik. Waarom heeft ze de opleiding eigenlijk nooit afgemaakt? Ik weet het niet. Denk je echt dat ze van plan is om de hele leven in dat hok te blijven wonen met al die kneuzen? Daar woon ik ook. Ja, tuurlijk, maar dat is toch anders. Jij gaat straks weer naar huis. Zij wordt natuurlijk toch een beetje een zielig geval dat op de 40ste nog steeds toeristen rondleidt. Hey, Michel. Ja? Ik ken een goede mop, wil je me horen? Nou, vooruit. Laat me horen. Hey, je had gelijk. Michelle, ze is inderdaad een krek. Nou, meer een arrogante sloerie. Nee, dat laat nou even. Ze heeft ons tegen elkaar uitgespeeld. En hoe ben je daar achter gekomen? Ik vertelde er een flauwe grap, maar ze moest er niet om lachen. Nou ja, laat maar. Ik heb het uitgemaakt. Is het weer goed? Okay. Ah, het is weer goed. Oké, dan. En voor de meisjes van je eigen leeftijd nemen. Wat op, man. Waar is ze nu? Op het strandje bij Calavel. Het strandje? Ze mag zelf teruglopen. Mag even. Hoe laat is het? De vloedeikel. Thank you.
kamer naartoe gekomen. Ik ben gewoon voor jouw afgang. Nou goed. Maar ik stond dus wel aan mijn knieën in het water als je het niet gezien hebt. Help je me nou alsjeblieft. Alsjeblieft. Voor een afgang. Perfecte Frida. Die altijd alles prima voor elkaar heeft en altijd die goede keuzes maakt. Ging in Salau wonen of op places? Ja, begrijp jij natuurlijk niet, hè? Jij vindt het hier afschuwelijk. Ik vond, ja. Toen ik hier naartoe kwam. Klinkt misschien kinderachtig hoor, maar ondanks dat domme baantje van je en het afgrijzelijke appartement, ben jij in ieder geval wel gelukkig. Ja, ik meen het. Je hebt het weer mooi voor elkaar. Het is gewoon niet eerlijk. Dat zeg jij. Je hebt een veel betere baan. Prachtig huis. Die patserige wagen van je. Maar jij hebt tenminste vrienden. Tuurlijk heb ik een topbaan. En verder? Ik heb helemaal niemand om naar terug te gaan. Waarom blijf je niet nog een week? Mijn vrienden zijn jouw vrienden. Oké, maar dan wil ik wel proeven. Jij als animeermeisje. Ja. Super. Hey Gaston, waar is die knappe chick van jou? Respect. Haar koffer is weg. Haar kleren zijn weg. Ze is terug naar België. Wat nu? Weet ik veel. Wil je iets van ons drinken? Wij gaan straks naar de Costa. Misschien kan je je bezatten? Nee. Ja, ik ben Frida niet. Ik ken niks van die sociale shit. Ik ga er me verder niet mee moeien. Domme meta. Oké, jij zorgt voor de bruid, ik de bruidegom. Kom op. Sorry. Kom maar, zo. Nee, maatje. Hola, va. Zag het aan zijn kop, hè, de vitzak. Alsof ik niet door had dat hem hier op aan de... Hé, Romy. Ja. Vind ik sterkst voor mij te drinken. Dit duurt me veel te lang van. Ja, is goed, jongen. Ja? Hé, je kindertje. Ja, maar dansen, hey, dat John. Is goed. Even wachten, jij. Dan zoek je eigen wijf er maar uit. Wees hoor bij mij.
Ah. Hey, Paquita. Geef het niet je adres, hè? Pieter? Bist du Deutsch? Ja. Viel Spaß. Dank. I don't know. Wat was er wat hier? Het verzacht de pijn. Ik heb genoeg. Kijk eens daar. Een verrassing. Meta. Ja, Ston. Meta, ik moet u iets vertellen. Ik heb me... Hij heeft de laatste tijd een klein beetje raar gedaan, hè, Gaston? Maar dat komt natuurlijk omwille van het zenuwen van dat huwelijk. Hij had pre-mariagestress, zeg maar. Hè? Ja, Ston. Ik moet u ook iets vertellen. Ik was vandaag... Niet mezelf. Ze was een beetje in de war. Maar nu is ze klaar om te horen wat je echt voor de poel. Toch, Meta? Ja, oké, okay, Gaston. Ja. Ik... Oh, wacht, wacht. Dit moet officieel gebeuren. Excuseer. Even uw aandacht, dames en heren. Meta. Ik heb mij de laatste maanden als een complete idioot gedragen. En ik weet niet waarom. Als ik je zo zie, dan denk ik, wat een schoonwijf zeg jij toch. Het schoonste van heel de wereld. Ik zie u graag. Wil jij met mij trouwen? Het is fucking romantisch, jongen. Meta? Natuurlijk. Ik heb net het beste telefoontje gepleegd uit mijn hele carrière. Hartstikke mooi. Gaan we er een gezellige week van maken. Sterker nog, ik heb ontslag genomen. Ik blijf de hele zomer. Oh ja, gek. Cool, man. Fijn. Ik heb een cadeautje voor je, Tommy. Oh, wat lief. Dank je. Mag ik je bedanken? Je hebt ons huwelijk gered. Als er ooit kinderen van komen, dan moet je ze naar mij noemen. Alle tien. Oké. Okay. Bye. Goeie reis. Salut. En nu? Nu gaan we Janet buiten gooien, kom. Ja. Dan ga jij nu vertellen dat het echt niet zo verder kan. Ja, we vinden het heel aardig. Ja, maar er zijn grenzen. Ja, ja, niks aan doen, jongen. Ah, daar zijn jullie. Janet, we hadden het er net over. Wacht. Ik wil eerst eventjes. Ik wil even zeggen dat ik het echt geweldig vind. Dat ik hier mag blijven logeren. En dat jullie echt ontzettend... Oh, Rens heeft ook al gebeld om te zeggen dat jullie me zo te gek steunen. Zeker naar wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. En daarom heb ik een cadeautje voor jullie. Hier is voor jou. Oh, sorry, ik heb er voor jou geen een. Oh, dat maakt niet uit. Kom, ja.
Een nieuw geluksshirt voor Tommy en ik beloof dat ik hem nooit meer zal strijken. Lief van je. Ik had er toch al zo eentje? Ja, maar niet meer in die maat. Ik heb vanmorgen de was gedaan. Snaren? Nadat ik de was had gedaan, heb ik geprobeerd je gitaar te stemmen. Nieuwe schoenen. Maar die had ik toch al? Maar die stonden in de wc. Oh. Oh, sorry. Jullie wilden wat zeggen. Ja, we wilden zeggen dat we het hartstikke leuk vinden dat je bij ons bent. Ja, ja. Echt heel leuk. Ah, toppie. Ja. Nou, ik ook. Oh, weet je wat? Ik ga me omkleden en dan gaan we straks met z'n allen naar het strand. Ja? Leuk. Ze valt eigenlijk best wel mee. Voor mij mag ze blijven. Voor mij ook. Ja. Sorry. Oh. It's gonna die.